super excited voor volgende week. Want precies over een week word ik geopend. Lekker met je feest in de Lego. Dat doet veel pijn, kijk. Ja, dit is radio, dat hoor je meteen. Maar dit niet. Boom, ande, ande. Waar zijn jullie? Dit was het. Nog steeds? Ja. Hoe kan het zo lang duren? Ik heb het niet. We zijn een zakelijke bitch. Laat me op Insta-story gooien, hoor. Laat me mensen laten weten wat voor lekkere dingen ik ga eten. Met jou dan, denk ik niet. Ga ik het woord dan ook zetten? Hoe is het met jou? Leuk? Welkom in een nieuwe week. Het is vandaag tweede paasdag en het is Alain's verjaardag. Hij is heel even met de kids de auto wassen. En dan gaan we naar Almere toe, want we vieren het bij zijn vader en zijn moeder thuis. Het ouderlijk huis. Leuk. Vrienden komen ook. Dus Alain viert ook eens een keer zijn verjaardag, dat doet hij nooit. Ja, allemaal dankzij zijn moeder, want zelf houdt hij er niet van. Ik ga hem even bellen, by the way. Want ik ben klaar om te gaan. Ik moet wel nog mijn vlog editen. Dus ik ga daar eerst een beetje heel ongezellig doen. Zitten editen. En dan op een gegeven moment ben ik ook op die viszaag. Vragen waar die blijft, onze jonge man. Dit is mijn outfit. Short. Shortje. Denim short van Weekday. Deze is van... Hoi. Hoi. Waar zijn jullie? In de Wasstraat. Nog steeds? Ja. Hoe kan het zo lang duren? Ik heb de strip treatment. Ja, we gingen naar de McDonald's. Dit heb ik vandaag aan. Dat jasje gaat er natuurlijk uit. Dat is deze. Kennen we die nog? Beyoncé for President. Vind ik wel geinig. Dus dit. Binnenkort gaat dit zo mooi zitten, jongens. Dan is de flap weg. Dan is hij weg. Oh, lekker. Oké. Dit is een Weekday broekje. Gucci Rimpi. Bershka top. En een vintage jasje. Let's go. Oh ja, mijn bril is van Celine. Op weg naar Almere. Luister. I love you first. Geen gangster muziek. Voel je een beetje jarig? Nee, ik voel me echt beroerd door mooi kort. Ah, oh, zielig man. Eat a slice of Wonder Bread. Went right back to bed. Ik vind niet echt een turn-on dat jij dit liedje kent. Dudes forgot about us. The Bible didn't mention us. Nee, dat mag echt niet. Ik was zacht nog ik wist, man. Ja, dat dacht ik voor al. Voor de verjaardag van papa. Ja, maar dat mag dus niet. Alsjeblieft. Oké, okay, wacht, wacht. Stiekem. Maar niemand mag het zien, hè. Hé, hey, waarom gaat het niet open? Okay. Niet laten zien. Niet laten zien. Eerst... Ja, maar niet... Even opeten. Oké. Ik ben net op tijd klaar met vloggen. Dat wilde ik vertellen. Want Toetje. We gaan naar Toetje. We gaan over naar Toetje. Ik zat hier al te editen. Dus dat. Ik hoor dat er appeltaart is. I like. Ik haal er altijd de appel eruit. Het gaat maar om die korst toch. Die korst. Deeg. Heerlijk. Yo. Nieuwe dag. Donderdag, dinsdag. En vandaag heb ik een afspraak om 1 uur bij de anesthesist. Ik kan het woord eindelijk uitspreken. En ja, volgens mij gaat ze dan kijken wat voor narcose je aan kan. Want over 2 weken word ik geopereerd. Spannend. Dus ik ga daar zo heen. Ik ga even make-up op doen. Ik heb mijn haar net gewassen. Die laat ik even wat het is. En dan ga ik die kant op. Op de auto ook vandaag. Dus ja. Oorbelletjes in, hoppatee. Hoekie, deze jam, jongen. Love it. Hallo, hallo, hallo. Million dollar. Hallo, hallo, hallo. Ik ben onderweg naar Hilversum. En oh, ik kom 2 over 1 aan. Dat is kut. Ik moet er 1 uur zijn. Oké.
Oké, ik ga even opschieten, jongens. Maar ik ben er volgens mij, want ik zie daar al vlaggetjes, jongens. Bergman. Dus, ben er, jee. Ik weet niet of het daar parkeer is. Gaan we achterkomen. Ja. Kijk, Beaumonde represent hier in de wachtkamer. Ik ga even een koffietje nemen. Te verwachten. That's what I need. Top, 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 top. Ja, ja. Ja, even afknijpen. Hoppatee. Yes. Dan ga ik maar even een oudste Beaumonde lezen. Met mijn lievelingsvrouw op de cover. Oké. Over net. Net. Bergman Hilversum. Jongens, ik ben alweer klaar, joh. Het was echt maar een klein half uurtje. Nou, eigenlijk een kwartiertje of zo. Dat was een hele aardige vrouw, by the way. Echt niet normaal aardig. Het was gewoon een gesprek. Zo'n gezondheidslijstje afwerken. En ik ben geprikt om je bloedgroep te checken. En kijken of je bloedarmoede hebt. En ze stelt gewoon heel veel vragen over je gezondheid. En je lengte en je gewicht. En dan ben je weer buiten. Dus exact over 2 weken word ik geopereerd. Spannend. Ik vroeg ook hoe het zit met de pijn. Ze zeiden dat de pijn misschien waarschijnlijk meer in je borsten gaat zitten dan in je buik. Want ik dacht, oh, die buikwandcorrectie, dat wordt echt pijnlijk as fuck. Maar dat gaat hem dus vooral hier zitten, omdat het gedeeltelijk achter de spier wordt geplaatst. En dat wordt dus een beetje uitgerekt en... En ik zei, ja, maar is het vergelijkbaar met een keizersnede, de buikwandcorrectie? Toen zei ze, nou, eigenlijk is een keizersnede, want die heb ik dus 2 keer gehad. Een keizersnede is pijnlijker omdat je dan echt 3 lagen doorsnijdt, volgens mij. En met de buikwandcorrectie is het alleen huid. Dus dat weten we dat ook weer. Maar het gaat wel allemaal heel strak aanvoelen. Dus volgens mij voel je je echt net een pop. Hoezo? Wat is dit? Ik ben echt zo'n gekkie die dan niet weet hoe je terugrijdt zonder Naffy. Als je gewoon een beetje oplet, kan je dat wel weten. Nee, ik moet eerst op de snelweg zijn, een beetje in Amsterdam al. En dan weet ik het wel weer. Maar tot die tijd weet ik het niet. Let's go, let's get it. Hebben we nog muziek? Oh, oeps, ik kan mijn ouders. Muziek, jongens. Kan het? Kunnen we dat even regelen? Ja, hoe ga ik hier uitdraaien? Oh ja, dat gaat wel lukken. Dan ga ik even mijn haar doen, want dat is nu helemaal stroopbal business. Ja, dit is radio, dat hoor je meteen. Maar dit niet. Oef, boom. Ande, ande, oef, boom. Ande, ande, oef, boom. Oké, let's go. Tas klaar. De boys gaan logeren bij mijn moeder, want het is mijn vakantie. En ik ga ze nu ophalen. Dus ja, die kant op. En dan ja, ik dan naar mijn ouders toe. En dan gaan we daar ook lekker eten. Dus de buik wordt weer gevuld. Dat is fijn. Op naar Almere. Ik heb Lenny opgehaald. Daar is hij. Hey. En je bent toch vlogger? Ja. Verdien je er veel geld mee? Niet zo heel veel hoor. Dat? Ze had 400 euro, maar die is nu kwijt. Nee, dat had wel meer dan 400 euro. Jawel, je had 400 euro toch? Die moest je betalen voor de Nintendo Switch. Nee, die was 150. Wow. Doei, Noah. Is Nintendo Switch 150? Nee, die is 300. Okay. Ja. Volgens mij nog. Doei. Ja, hij is binnen. Oké, we gaan lekker met de auto, Poppy. Lekker ijsje gehad. Je moet hem wel opeten voordat we instappen eigenlijk. Oké, ik heb zwemmenventjes. En nu gaan we naar Almere toe. Nee. Kaatje heeft toch een heel grappig staartje. De boys hebben vanmorgen iets besteld. En dan krijgen ze het ook nog. En ik kan ervan profiteren. Kaatje is nog een beetje sleepy. Kai, mag ik je nagellak zien? Wauw. Echt mooi. Wie voor hem gelakt dan? Wie heeft je nagels gelakt? Het is 2:15. En ik ben eindelijk klaar met werken. Ik heb nog 2 verhalen geredigeerd. 1 nieuw geschreven. En gemaild naar de uitgever
Dus ik kan naar bed. Maar ik twijfel wel nog over een bami-sessie. Eigenlijk is er geen twijfel. Ik ga gewoon nog een bordje bami eten. Mijn vader de bami meegeven. Ik ga dat choppen. Nu. En ik kan ook gewoon nog jammen. Want er zijn geen kinderen thuis. Ik kan lekker muziek draaien. Niemand heeft last. Kijk eens. Bami for the girl. Knoeien. Het is niet goed voor mijn figuur, maar het is wel heel goed voor mijn geluk. Lekker! Een grijpertje. Geeft u mij een grijpertje? Grijpertje! Oh, ik wil slapen eigenlijk. Where my phone at? Hey, shuffle? Oké. Saturday night, I'm mix it all right now. Makes it all right now. Komt die aan, jongens? Little red carpet. Oh, fuck. Ik heb mijn bed nog niet verschoond. Fuck it, ik ga gewoon in het ding liggen zonder dat ik het verschoon, man. Ik ga echt niet nu nog. Shit, man. Gewoon zonder bed goed erin liggen. Ik ga echt niet nu nog twee persoons bed. Vernieuwen. I ain't got that kind of energy. Een komkommertje erbij. Lekker. Lekker fris. Thanks, papa. I'm a happy girl. Laat me het op Insta-story gooien, hoor. Laat me mensen laten weten wat voor lekkere dingen ik ga eten. Mensen moeten weten. Hier, Insta-story. Jongens, dit ga ik nu nog eten om 2:10. Thanks, papa. Thank you, daddy. Staat erop. Now let's motherfucking eat. Zijn jullie staart of zo? Ik ben al iets van de 3 dagen of zo die Beyoncé-docu aan het kijken. Kijk, ik loef Beyoncé echt, maar ik kom er niet doorheen. De hele tijd met het optreden en dan staart ze 15 jaar in naar het publiek. Ja, ik heb er gewoon geen geduld voor. Ik wil gewoon weten hoe ze naar de supermarkt gaat. Oh ja, dat doet ze natuurlijk niet, maar je weet toch. Oh, dat is die de real Beyoncé. Ik wil gewoon weten of Beyoncé ook om 2:10 s'nachts nog een portie bami opwarmt van de pa. En misschien komt dat ook wel nog in die docu, maar ik weet niet, man. Ik kom maar niet door dat optreden heen. Selma Omari, dat ga ik kijken. 23 april, wanneer was dat? Gisteren. Oh, mijn kip bami verhouding is helemaal goed. Ik heb veel kip. Of eet veel bami. Balenciaga sneakers. Van Max Mario's. Video hoor. En mijn Chanel bag. Merk. Dave. Dave, wat ga je met mijn camera doen? Dave wil gewoon even een momentje in de vlog. Gun hem even zijn shine. Doe een duimpje omhoog voor Dave. Doe het voor Dave. Nou, wie is die kerel dan? Maar Selma houdt van dat die reep hoor. Ze houdt van die macarons. Dat was lekker. Heerlijk. Nu kan ik echt slapen. Jongens, onze Desti is op. Even een shout-out naar Desti. Desti, you're the bestie. Pardon. Als je moet boeren, moet je boeren toch. Oké, Selma, ik ga slapen. Tjallas. En voor jullie ook, welterusten. Dave, zeg je ook nog even welterusten. Kom op, je kan het. Je bent wel fucking cute. Misschien een kopje. Ja, dat is lief, Dave. Ja, ja, ja. Oké, welterusten. Groetjes van mij en Dave. Nou, daar zit ze weer hoor, aan tafel. Ik heb net gewerkt. Mijn mailbox was echt ontploft. Dus daar ben ik eigenlijk nog steeds niet klaar mee. Dan ga ik naar Evelien. We gaan door met de tweede reeks beugels. Dus dan is het einde in zicht. En dan is mijn tandje weer normaal. Ja, daar is ze hoor. Hoi, hoe is ie? Ja, goed. Gaan we even kijken of het allemaal een beetje goed gaat. Ja. Zet hem hier neer. En hoe gaat het zo mee? Ja, goed eigenlijk, ja? Denk ik. Ja. Zie je al het resultaat? Ja, maar ik denk dat er een laatste stap moet komen of zo. Mm-hmm. Dit gaat allemaal wel goed, maar ik denk dat deze nog iets moet doen. Ik weet het niet.
Ja, en dan dat ene tandje, dan moeten we hem ietsje naar voren. Ja, want die is lekker bezig volgens mij. Ja. Hij heeft geen ruimte, nu heb ik het gevoel om ertussen te komen. Ja, die laatste drie keer ook echt net even wat extra's. Ja. Dan komt een mooie plek. Ja, hij steekt nog iets uit, dus ja. Ga eens even kijken. Oké, dit zijn de laatste, maar die heb ik nu in. Ja, hier kun je mee beginnen. Dus dan de laatste drie. Dus je draagt ze allemaal 2 weken. Dus over 6 weken dan hoop ik dat het goed gaat. Ja! Dat het einde in zicht. En daarna krijg ik dan nog een spalkje? Ja, dan kunnen we kijken dat er ruimte is voor een spalkje. Maar dat had je natuurlijk eerst ook. Ja. Soms kies ook voor een nachtbeugel. Maar dat kunnen we dan even bekijken. Oh, oké. En nooit beide, hè? Soms wel. Okay. Kunnen we ook nog doen. Nou, spannend, dankjewel. Ja. Zo, ik ga de kids ophalen met mijn grote vriend. Deze zwarte jongen. Zo, hè? Eerst nog even naar de Albert Heijn. Wel in Almere bij mijn ouders. En dan ga ik mijn kindjes halen, jongens. Oosting! Love it! Oké, we gaan ervoor. Saya Luku. Oké, ik leg de camera even weg. Want ik heb nog steeds niet zo'n houder. Dan loopt het zit helemaal losjes. En ik ben zelf ook lekker losjes. Oké, ik ga rijden. Doei. Yo, het is donderdag. Het is mama dag. En vandaag ben ik alleen met Kijtje. Kijtje is mijn kind. Ga lekker een kroketje eten bij Zurich. Ja. We gaan lunchen samen. Hey, de tagine bar, dat is nieuw. Huh? Daar moet ik heen. Was daar niet Richenel? Nee, Richenel is er nog. Dat gaan we even proberen, jongens, de tagine bar. Weet je al wat je gaat eten, Kai? Weet ik niet. Weet je nog niet? Nee. Zullen we gewoon gaan kijken? Kijk, ze heeft een kroketje besteld. Ik hoop dat het brood ook lust krijgt. Oh, die krijgt erbij. Kai en ik wachten op ons eten. We hebben honger. Ik hou het belletje in de gaten. Ik ben obsessief met de keuken. Ik hou het helemaal in de gaten. Kai, zie je al wat? Nee, we moeten gewoon geduldig wachten. Dankjewel. Maar is hij nou, ik wilde hem meegebakken. Is hij wel meegebakken? Kijk eens. Moet hij ook open? Eet smakelijk. Is wel nog echt heet hoor, Kai. Goed zo, even blazen. Kijtje heeft deze net uitgezocht bij de Intertoys. Ninjago. Ninjago. En het is easy to build. Dus dat kan je makkelijk alleen. Maar wil jij hem open? Ja. Maken? We hebben een boekje nodig. Dit is nummer 2, dit is nummer 1. Dus we moeten eerst deze openmaken. Kijk je nooit. Ja. Oké, we gaan hem even in elkaar zetten. Het is tijd om Lenny te halen. We gaan nu naar regio's, want het regent super hard nu. Oké, deze pauze. Mama ook een regenjas aan doen? Waarom zijn van mij dus groot? Ja, daar heb je wel een punt. Oké, dan doen we wel de Adidasjes aan. Die wil ik ook niet. Wat wil je ook niet? Deze jas. Dat moet wel, kijk. Ga je mee met je mami? Waar is je veel te strak? Oh. Goedemorgen jongens. Vrijdag vandaag. Ik begin mijn dag bij. Scheltema. Afgesproken met Kim. We gaan boekjes voelen. Kijken welk materiaal we nodig hebben en zo. Hoi koorts is een bitch. Oké. Even Kim zoeken. Volgens mij is ze daarachter. Ja. Ja! Hoi Kim. Ben er. Sorry. Kus. Dat hallo. Ik te laat ben. Maakt niet uit. Ik ben al helemaal heel lekker onderzoek aan doen. Ik heb al dit gevonden. Dat is een stuk omlaag. Noemen ze al licht. Oh, wat is dit dan? Toch niet qua ons? Dit zei ze, dit is mat en ik pak dit en dit is voor mij dus glimmend. Mij ook. Dit is glimmend. Dit is glad. Ja, vind ik dus ook. Papier. Wij bedoelen dit. Ja.
Inderdaad, dit precies dit bedoel ik. Antje, we bedoelen Russian Curl toe. Oh, maar echt? En dit is ook wel een beetje het formaat volgens mij. Niet, of is dit een... We zoeken dit. Ik ga eerst alle voorbeelden samen. Voor het stokomslag zou ik gaan formaat. Ja, dat is dus die. En toen waren het ineens snacks. Ja. Ja, heel veel. Kijk even hoe dik dit is. Dit is echt insane. Is echt heel dik. Kunnen we er iets naast houden om te laten zien hoe dik? En ik heb deze. Dit zijn echt mijn lieveling. Ik wil er één proeven. Ja, proef even. Sowieso lekker sweet potato fries. Sweet potato fries. Mm. Het is gewoon zo lekker met truffel mayo. Goeie keuze, hè? Ja. Heel lekker. Het is heel goed nieuws, heel goed nieuws. Het weekend is begonnen. Ik heb afgesproken met Theresa en Angelica. En we gaan chillen, we gaan pizza eten en daarna naar het feestje. Zin in. Ik zie dat de Koningsnacht ook al gaande is. We zijn met Tony Lok. En we hebben dus een mega grote pizza besteld. 50 centimeter? Diameter, bitches. En dat kan dus een half meter. Ja, besef. En dat gaan we dus met die skeren gewoon dan. Murderen. En we dachten van, we gaan het bestellen, maar ze hadden blijkbaar heel even de bestelling uitgezet. Dus toen zijn we het maar gaan halen, maar nu staat het blijkbaar weer aan. Maar ja, dan hebben we hem weer afgelopen. Soort of. Eén puntje. Eén pizza punt. Het is echt lekker. Het is juicy, crunchy. En er zitten dus sesamzaadjes op. Was de Jella te pittig? Dankjewel, Kies. You're welcome. Ik loop de sesamzaadjes wel. Ja. Ik ga er peren op jullie bij. Kijk jammer. Beland in Bono. Muziek is dit. Kijk hier. Deze maakt wel een bank. Oké. Hallo allemaal. Het is zondag vandaag. Moeder is jarig. Oh ja, ik hoest. Ik voel me niet lekker, man. Ik heb een soort gekke griep. Zo'n hele korte griep. Dat je weet van, hij is zo snel, maar hij gaat ook heel snel weer weg. Ik ben op kantoor. Ik heb vandaag geschreven, alles. Ja. En nu ga ik even snel een cadeautje halen voor mijn moeder. En daarna gaan we eten in Almere, hè. Almere. We gaan eten bij Atlantis. Want dat vindt mijn moeder heel lekker. We nemen haar mee uit eten. Of want ja, zij, voor haar is het gratis. Dus we betalen eigenlijk. Want mensen die jarig zijn, dat is daar gratis. Dus we betalen eigenlijk voor. Ik vind het alarm altijd zo eng. Heel snel weg dan. Ja, dus we betalen dan eigenlijk voor onszelf en mijn vader. Dat soort dingen. En dan komt Alain mij ophalen bij de bijenkorf. Ik ga even bij de bijenkorf iets scoren. En dan gaan we meteen door naar Atlantis. Ik heb het ook echt heel koud vandaag. Door die ziekie die in mijn lijf aan het smijmeren is. Oké, nou, let's go. Bijenkorf, here I come. Ik hoop dat het droog blijft. Anders maakt het me ook geen tyfus uit. Want mijn haar is toch gewassen en niet gedaan. Dus dat kan gewoon nat worden, boeit mij. En verder, het laatste nieuws over de ongesteldheid. Ik word het volgens mij bijna, want ik heb al buikpijn. En ik heb zoveel snacks gehaald vandaag. Mijn ontbijt was een tompoes. En mijn lunch was joppie chips. Patatje joppie saus, chips. En een chocoladereep van Tony. Dat is echt erg. Van rituals geworden. Nu wacht ik op Alain en de boys. Volgens mij komen ze er wel aan. Zo, hoe zit in de auto? Wat? Oh, het was het. Oh nee toch, deze batterij is ook al leeg. Chips. Nou, de laatste beelden dan. Tot volgende week jongens, bedankt voor het kijken. Wij gaan zo even lekker eten met mijn mamie, mamita. Lenny is net wakker. De kaartje is super vrolijk. Daar is die is wakker gebleven. Ja.
Alleen dus betalen. Denk. Oké. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hallo boodschappen, man. Yo jongens, welkom in een nieuwe week. Ik was ziek. Dus de vlog van vorige week is nog niet gemaakt. Ik weet ook niet. Ik weet ook niet hoe ik dat allemaal moet doen. Het boek ging even voor. Het boek gaat altijd voor. Anyway. Oh, naar het beeld. Hoe kan ik hem even wat hoger zetten dan, jongens? We gaan even op de waterkoker proberen. Dit is gevaarlijk hoor, dit. Don't try this at home. Lekker voor ons. En het is vanavond. Hard, 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 hard. Ja, het is zeg maar glad, de waterkoker. Dus ik denk niet dat dit een succes is. Wacht. Oeh, tricky business. Nee, het ziet zo tricky uit. Nee. Ik kan ons iets zeggen over de. Oké, ik ga het gewoon opnieuw proberen. Jongens, hey, hallo, hey. Welkom in een nieuwe week. Ben aan het koken. Ja, macaroni, lekker makkelijk. Alleen had de boys. De mindset. De mindset is zen. We zijn zen. En super excited voor volgende week. Want precies over een week word ik geopereerd. I'm so excited. And I just can't hide it. Nou, echt. Ik vind het. Ik ben langzaam ook afscheid aan het nemen van mijn oude lijf. Van de flap. Hier zit die. Van mijn kleine tietjes. Dit is. Dit lijkt wat, hè? Dit. Het lijkt misschien wel iets. Maar dit is alleen maar cup. Het is voorgevormd. Ja. Dus ja, over een week. Precies over een week word ik nu zo'n beetje wakker. Misschien wel. Wat? Ik ben zo van. Anyway, ik maak macaroni. Voilà. Met eitjes. Het is klaar. Oké. Okay. Volgens mij komen we boys any minute thuis. Hoor ik nou iets? Ja. Het zijn de buren. Even goed luisteren. Dat zijn niet mijn kinderen, nee. Jammer. Nee, helaas. Ga ik nog even erbij bakken voor mijn Alain. Gewoon voor die groente, weet je. We moeten ook groente binnenkrijgen. Kijk, tuurlijk, de boys mogen dat ook. Oh, oh. Is dat? Jee, schatje. Ik dacht, wie is dat nou? Is Kai aan het huilen? Denk het niet. Kai? Kaitje? Hoezo ben jij al binnen en de rest niet? Hoe ben jij binnengekomen, Lenny? Gewoon. Met de buurvrouw? Ja. Nou, ik ga hem openhouden. Katje, waarom heb je één schoen aan? Schoen uit. Eén schoen uit. Wat heb jij dan gedaan, gekkie? Nee. Dat hele stiekje, maar die is ook weg. Dat is ook wel weg. Hé, hey, knappie. Ja, ik zocht hem in de auto, maar ik zag hem niet. Wil je de mijne? Wil je een nieuwe? Lekker nieuws. Hoe is het met jou dan, lekker ding? Leuk. Leuk? Ga ik voortaan ook zeggen. Hoe is het met jou? Leuk? Vind ik wel een goede, Len. Lekker met je face in de Lego. Dat doet vet veel pijn, Kai. Maar we hebben een appel. Nee, we gaan het appel eten, Kai. Maar het eten is ook al klaar. Dus je kan gewoon gaan zitten en krijg je lekker boterham. Krijg je ook geen eten. Ik wil naar bed. Kai, mag ik jouw bord dan als je klaar bent? Ja. Ga ik jouw eten opeten. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size. Catches thieves, just like flies. Look out, here comes Spider-Man.
is the strong, let's sit back. Dit is de echte. Goedemorgen, het is vandaag. Het is vandaag woensdag. De boys zijn bij mijn schoonmoeder en ik heb 3 meetings vandaag. 3 dingen, zeg maar. De eerste meeting is een rondleiding bij Pulitzer om te kijken of we eventueel daar mijn boeklancering kunnen houden. Dus dat is leuk. Esther gaat mee, vond het een leuk event design en ik moet er als een kwartier zijn. Dus ik ga snel mijn fietsje stappen. Dit is de outfit. Ik ben vandaag een zakelijke bitch. Maar wel met boots. Ja. Dit is Philippa K. Dit is Arcut. Dit is Uniqlo Alexander Wang. En mijn boots zijn van de Mango. En dan gaat deze zakelijke tas ook mee. Dus dit is de look vandaag. En ik heb mijn staart in. Kijk, dit. En mijn haar was niet eens vies. Gewoon omdat ik er zin in had in een staart. Oké, jas aan en go. Dan krijg je deze zakelijke gangster bitch. Jongens, ik ben er in Pulitzer met Esther. Yay! Esther, kennen jullie nog van de boeklancering van vorig jaar? Klopt. Dus wat gaan we doen? We gaan de zaal bekijken waar het eventueel plaats gaat vinden. Ja. Spannend. En daar is Demi. Hallo. Hallo. Demi is van Pulitzer. Nu jij krijgt een rondleiding, toch? Rondleiding. Ja. Dat gaan we wel eerst doen. Dit is de garden room. Oké. Okay, we gaan toch naar de garden room. Helemaal leeg. Oh, wauw. Dit is mooi. Oh, wacht, het is blauw. Er gaat iets gebeuren, volgens mij. Het licht aan. Oh ja. Wat denk je nu meteen? Ja, ik denk heb je allemaal opties in je hoofd? Edgy. Ik denk, ja. Ja. Nu hoeven we niet meer zoveel te doen. Wauw. Ja, dat is echt heel tof. Hoeveel man kan hier ongeveer in? Hoe wil je het? Oh, ja. Moeten mensen zitten? Ik leg dit even hier neer. Staan met wel een beetje staantafel. Ja. Ja. Nou ja, je kan hier echt, als de zaal helemaal leeg is, dus met alleen staantafels en niet een groot podium of helemaal andere dingen, kun je hier echt wel 140, 150 man kwijt. Oh ja. Maar het ligt er maar net aan, kijk, als je hier een wat grotere bar neerzet en misschien een zitje of iets. Oh ja. Dan verkleint dat de zaal natuurlijk en dan kun je iets minder mensen. Dus het is een beetje afhankelijk van. Ja, er komt in ieder geval een soort pop-up bar. En ik denk wel een DJ-boot. Oké. Okay. En dan staat tafels met zonnebloem. Ja. Nog steeds in Pulitzer, maar niet met les. Want er is een event van Victor en Rolf, ook hier. Dus dan gaan, maar we zijn een beetje vertaald. As usual. Ja. Volgens mij is hier beneden dan een paars bankje. Oh, klopt. Ja, dat heb ik al gezien. En dan zit het ook goed. Het is een heel mooi bankje. Ja. Die lila bankje. Ja. Kijk. Hier nog? Ja, we gaan gewoon zoeken, joh. Je kunt ook de geur gewoon. Precies, want ik ruik het al een beetje, heb ik het idee. Oh ja, yes. Hallo. Hey, hallo. Hey. Dankjewel. Hoe is het? Het ziet er mooi uit. Mwah. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey, hallo. Hoi. Heel leuk, we mogen dus een geur uitzoeken. Dan midnight. En dan mag je naam van je moeder of mama bijvoorbeeld laten graveren. Kijk, dat gebeurt allemaal hier. Ah, is die alweer klaar? Zeker. Dankjewel. Oh, dat ziet er echt leuk uit. Mooi. Ja, dat zal wel lukken. Dank je. Ga ik er nu mee doen aan jou geven? Ik ga hem voor jou een hele mooie tas. Cool. Maar heb jij al even weer? Nee, daar ga ik nu even naar kijken, want dat wordt iets weer op in het Pulitzer. En nu ga ik door naar het Spectrum, naar de uitgever, mijn marketing meeting. Dus, yes. Dat is mijn waar genoegen. Ja, dat zie je zo gefilmd. Ja, hè? Dat is nice. Superleuk, ja. Oké.
Later. Bye. Bye. Jongens, doorgechased naar Spectrum, uitgever. Kijk eens hier. Hallo. En met Jessie. Hoi. Wat gaan we vandaag doen, Jess? We gaan een marketing bespreken rondom No Filter. Dus ja. Heel veel zin in. Ja. Same. Spannend. Daar is Bianca. Hoe is het? Goed. And then we meet again. Ja, hè? En Ashley hadden we al gezien vandaag. Zeker. Zeker. Oké. Okay. We gaan beginnen en jullie mogen niks horen. Het is 9:45. Len was uit eten. En die is inmiddels ook weer terug. In de tussentijd ben ik alleen maar bezig geweest met de jongens. Lenny slaapt eindelijk. Kai is nog steeds een probleem. Toch echt van ja, vanavond lekker doorwerken? Nee. Nee. Met kinderen weet je niet of je kan werken. En dan zijn ze ook nog vet vaak grappig. Dan moet je ook nog lachen. Lach inhouden is wel het ding. Maar anyway, Len heeft me even afgelost. Ik hoop dat hij snel bij me komt zitten op de bank. Goedemorgen, mama dag. En we gaan naar de bioscoop. We zijn vroeg uit de veren. Kai is hier. Oh, die rent weg. We gaan naar die kattenfilm. Ik weet even niet meer hoe die heet. Naar Pathé Arena. Ik heb de auto. Nice. Nu gaan we naar links, Kaitje. Oh, Lenny staat al bij de auto. En ja. 10 over half 11 begint hij. Dus we zijn lekker op tijd. Lekker vakantiedagje vandaag. Kaitje, ga even hier deze kant naar jouw plek? Nee. Jawel, dat mag van mij. Ja, daar overheen. Overheen. Goed zo. Oh, Kaitje, heb je vogelpoep gezien? Waar? Daar, op. Daar voorin. Gatsie. Echt die mother effers. Kijk daar. Ja, heb ik al gezien. Wanneer had je dat gezien? Gisteren? Hoi. Wanneer had je dat gezien, Lenny? Niet aanraken, hè, Poppy? Waar dan? Ja, daar. Echt een hele grote klodder. Die er? Is die open? Kom maar, kijk. Nee, Lenny. Lenny, rustig. Kom hier, Kaitje. Nee, eentje. Eentje is genoeg. Misschien. Kom maar, Kai. Nog wel aan mijn lem zitten. Misschien, hè? Ja. Oké, kom maar. We zijn terug van de film. En nou, ik vond hem niet grappig. Hij was niet grappig. Hij was gewoon mooi. En nu wilde Lenny per se naar de Mediamarkt. Dus daar zijn we dan. Waarom wilde je naar de Mediamarkt? Gewoon kijken. Gewoon kijken. Gewoon kijken. Okay. Net uw vader. Kassen net ook op haar handen. Pasta en niet geen champagne. Shorty, kom schud wat je hebt. Lil flex. Shorty, kom schud wat je hebt.